leuks doen. Namelijk strijkraden! Ja, we gaan onszelf maken van strijkraden. Of tenminste, jij gaat Janna maken, jij gaat Saar maken. En we hebben natuurlijk uit ons boek van de Zoete Zusjes Zoeken een Schat. En binnenkort komt er weer een nieuw boek uit over de Zoete Zusjes vieren Sinterklaas. Maar daar heeft Iris Boter zulke leuke poppetjes in getekend. En wij wilden heel graag onszelf een keertje maken, maar dan met strijkkralen. En wij krijgen van jullie altijd heel veel post en ook heel veel mooie kunstwerkjes met strijkkralen. En vandaag wilden we zelf een mooi kunstwerk gaan maken. Dus de papa van Saar en Janna en ik hebben samen geprobeerd een beetje dat figuurtje van Saar en van Janna een beetje in blokjes na te maken. Zodat het een patroontje wordt waarmee je strijkkralen kan maken. En deze twee figuurtjes, die gaan we dus maken vandaag. Die zetten we ook even op ons Facebook kanaal en op ons Instagram kanaal. Zodat je hem even kan printen. En het is een hele uitdaging, want ik zit er ook speciaal bij om even te helpen. Want het is best even een klusje. Maar je zou hem na kunnen maken thuis. En we zijn heel benieuwd of jullie dat lukt. Het is een soort strijkkralen challenge eigenlijk, toch? Ja. Dus wij gaan lekker beginnen. Het boek leg ik even achter ons. Lijkt het een beetje op mij? Ja, dat vinden we. Ja, ik vind van wel. En bijna. Alleen had ik dan een knot ingemoeten. Moeten. Dan, oh ja, eigenlijk had ik even een knot op je hoofd moeten maken. En dan had het. En ik had twee knotjes nodig. Ja. Ik denk dat we moeten beginnen, of niet? Ja. Ja, eerst de duimpjes omhoog. Oh ja, nog even de duimpjes omhoog. Voor hoeveel gaan we? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8000. Dikke duim omhoog. Dus klik op die duimpjes. Met welke zullen we beginnen? Zullen we liever met beginnen? Deze, die is misschien ook wel goed, want die is echt wel lang. Wij hebben zelfs wij hebben van die kleine plaatjes waar je het op kan maken. Maar voor die van Saar heb je zelfs twee aan elkaar vast nodig. Want hij is een beetje lang, hè? Ja. Een beetje lang. Jij bent ook heel groot, dus dat klopt wel. Ieder vierkantje hier is dus eigenlijk een strijkkraaltje. Dus als je wil weten hoe je moet beginnen, moet je eigenlijk eerst het eerste bovenste rijtje even tellen. En dat zijn op de eerste rij alleen maar roze kraaltjes. Daar gaan we mee beginnen. Misschien dat Janna ze even kan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18 naast elkaar. Nou, daar gaan we gewoon eens mee beginnen. We leggen die van Janna nog even weg. Want het is best een klus, dus we gaan lekker met z'n drieën aan de slag. 18 roze achter elkaar. 17, 18. Het zijn er 18, dus deze bovenste rij staat er helemaal op. Dan gaan we naar de tweede rij en dan zien we dat we 4 roze kraaltjes gaan doen. Daar mag Saar vast mee beginnen. Dan 1 gele, die mag Janna doen. En dan 4 zwarte, die doet Saar weer. En dan weer 1 grijze. Het makkelijkste is als je even bijvoorbeeld met een potlood even de rij afdekt die je net gehad hebt. Want dan is het iets makkelijker om te zien. En wat je zelfs ook nog zou kunnen doen is even cijfertjes voor de rijen zetten. Dat ga ik ook meteen even doen. 12, 13, 14, 32. Nou, we moeten helemaal naar de 32, dus wij gaan even lekker aan de slag. We zetten even een leuk muziekje op. Nee, niet deze. Ja, deze. Even kijken, er is. Grijze en dan afmaken. You beat me, looks can be deceiving. Let you get the best of me, in bed with my worst enemy. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger zone, back up and get me home. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger zone, back up and get me home. So put your hand in mine, follow me. Saar is eigenlijk al zo goed als af. We zijn even bezig met de rij helemaal roze. En dan komen de letters erbij. Dus Saar heeft de blauw alvast. En we gaan even goed kijken waar ze moeten, Saar. Saar doet de blauwe letters en Janna doet het roze eromheen. Zo. En de laatste. Oh, ja. Hij is echt heel leuk. En hij lijkt ook echt op jou, hoor.
Ik denk dat we in je kamer gaan hangen. Dan lijkt het echt een spiegeltje. Doen we. Ja. Kijk, deze moet straks gestreken worden. Maar we willen eigenlijk eerst nog even aan de slag met jou. Ja. Ja. Toch? Hebben we andere kleurtjes voor nodig? Want jij had niet deze roze. Die moeten we wel hebben. Je blonde haren. Deze hebben we ook niet nodig. Maar jij wil graag met... Dat daar is Dat we daar de kralen zetten. Dan kunnen we deze... Ja, een beetje het hoekje. Deze was van Janna. En kijk, Janna die heeft paars nodig en roze en de kleuren van het hoofd. En die van haar past volgens mij wel op zo'n kleintje. Dus dat is lekker makkelijk. En Saar die zegt, nou ik schrijf meteen even die nummertjes weer erbij, want dat werkt wel echt een stuk fijner. De eerste rij zijn 22 paarse. Deze, daar is Janna al druk mee bezig. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Ja, nog 10. 21. 22. Goed zo, dat is de eerste rij. Nou, wat wel lekker werkt is gewoon weer even potlood erop leggen. Deze hebben we gehad. We gaan beginnen met rij 2. Dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6 paarsen nodig, ja? Weet jij wat paars in het Engels is, Jenny? Een purple. Ja. En die? Black. En die? Gray. Dat en die? Echt een pink. Pink. Even kijken. Ja, we gaan naar rij 6. 5 purple. 5 purple, please. Hoeveel heb jij hier? 2. Hoeveel moet je er dan nog? 3. Ja. 1, 2 en de laatste 3. En dan 1 gele. 1 grijze. En dan moet jij 3 gele doen, ja? 3 gele. 3 gele. Kijk maar, die. 1, 2, 3. Ik denk dat de juf van Janna hier ook heel blij mee wordt. Want het is heel goed voor je fijne motoriek, hè? Al die kleine paaltjes leggen. En je bent lekker aan het tellen. Dus mochten er juffen zijn die even niet weten wat ze moeten doen op vrijdagmiddag. Ik zeg lekker de zoete zusjes maken van strijkraad. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. See that you don't En nu is het klaar, maar ze moet natuurlijk nog gestreken worden. Dus ik ga het strijkijzer even pakken. Altijd heel erg oppassen. En dit moet je natuurlijk even vragen aan je mama of aan je papa. Want het is heel erg heet. Het strijkijzer moet... De onderkant vooral. Ja, het is om kleren te strijken, plat te strijken. Maar je kan er ook strijkkralen mee strijken. Je hebt even bakpapier nodig. Maar niet jezelf. Pakken. Maar niet jezelf strijken. Nee, dat zou ik niet doen. Voor die van Saar even een groot bakpapiertje. Mm-hmm. Soms zit bij de strijkkralen al bakpapier, maar je kan ook gewoon een rol bakpapier in de supermarkt kopen. Die leg je erop, dan zet je het strijkijzer en dan moet de stoomfunctie even uitstaan. Dus alleen maar dat hij warm is en niet stoomt. Dan zet je hem erop en dan moet je even voelen van wanneer de kralen beginnen te smelten. En als ze een beetje gesmolten zijn, dan plakken ze lekker aan elkaar. Zo. Dan pak ik het strijkijzer, pas op voor je handen, Janne. En dan gaan we er even overheen. En dan zie je eigenlijk dat de bovenkant van de stralen, die begint al een beetje kralen. Kralen, die begint al een beetje te smelten. Zie je?
En sommige strijkkralen die strijk je alleen aan één kant. Maar we willen wel dat dit echt niet stuk gaat. Hè? En soms breken ze later. Dus ik ga hem even omdraaien. Oeh. Haal ik het even eraf. Kijk of het lukt. Kijk. Al spannend dit zo. Ja. Nog even papiertje erop. Strijk ik hem ook nog even aan de andere kant. En dit is de achterkant, dus die strijk ik nog iets harder even. Dat het lekker plakt. Ah, oh, het rookt helemaal. Ja, het rookt toch een beetje. En dan halen we hem eraf. Oh, ja. Superleuk geworden. Lijkt ie? Ja. Ja. Hij is nog een beetje warm. We laten hem nog even liggen. En soms moet je er ook even iets bovenop leggen, anders trekken ze een beetje grond. En dan gaan we naar die van Saar. De bovenkant strijk ik een klein beetje. Dat hij in ieder geval blijft plakken en ik het onderkantje eraf kan halen. Ja, nou is dat spannend. Ja. Daar is pak ik deze nog even. Mama. Ga ik nog even de achterkant goed strijken. Pas op voor je handjes. Kijk of die mooi geworden is, Sarah. Wat denk je, wat denk je, wat denk je? Wat ja. Denk je? Oh, deze voor jou. Is nog een beetje warm. Ja. Laat hem eens zien. Oeh. En lijkt het ook op deze plaatjes, of niet? Jawel, hè? Ja, ze lijken. Ja, echt wel. Nou, het is gelukt. De strijkkralen challenge is gelukt. Het was even een hele pittige klus. En we zijn heel benieuwd of jullie het thuis ook kunnen. Als het nou lukt en je hebt één van deze gemaakt, je kan ze vinden op Instagram en op Facebook. Als het gelukt is, maak even een foto, tag ons er even in, want we willen hem heel graag zien. Hè? Ik ben heel benieuwd of het lukt. En misschien zijn er ook nog wel kinderen die het met andere kleurtjes doen. Ja, dat is natuurlijk ook wel leuk. Ja, het is net wat er in jouw bak zit, thuis in je strijkkralenbak. Dit was de video. En vond je het filmpje leuk? Geef dan een strijkkraal omhoog en een benieuwd op ons kanaal. Anders is het video. Doei!